Het ministerie van Volksgezondheid wil een goed overzicht van het aantal artsen dat actief is in Suriname. Minister Amar Ramadien zegt dat hiermee reeds begonnen is. Het ministerie hoopt dit jaar nog de BIG-wet goedgekeurd te krijgen in DNA. De BIG-wet regelt standaarden en normen voor beroepen in de gezondheidszorg. De vorige regering had hiertoe al een aanzet gegeven. Het is zeer, zeer cruciaal voor de zorg, omdat we in die wet eigenlijk de standaarden en de normen benoemen waaronder mensen kunnen functioneren in Suriname in die gezondheidszorg. Daarmee heb je ook zekerheden voor de kwaliteit. Is er garantie voor voortgang, want je kan mensen dus vanuit overal waar ze komen werken, vanuit waar ze komen, van welk land ze ook komen, pinpointen aan een bepaalde norm. We hebben een commissie op het ministerie die nu werkt aan het formaliseren van een concept BIG-wet. En daarvoor zijn er gesprekken met stakeholders gepland. Waar wij dus de inzichten meenemen. En daar werken we aan. We hopen het nog voor eind van dit jaar te realiseren. En als dat goed lukt, dan zijn we in ieder geval een mooie stap vooruit. Ik ben intussen ook al bezig. Vandaag hebben we nog een gesprek met de registratie van alle artsen in Suriname. We willen een goed overzicht hebben. We hebben op het ministerie geen online database of een database van alle artsen in Suriname. Dus dat is ook een aanzet die ik ga geven vandaag. En dan gaan we dan werken aan een goede registratie van alle zorg, van alle artsen. Dat is in ieder geval een belangrijke schakel om te weten wat je human resources zijn. Want iedereen vraagt, is er een behoefte of niet? Nou, laten we eerst gaan kijken hoeveel we hebben. Snap je? Dus dat is belangrijk. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid.